Hallo, dag Aldi. Goedemorgen, middag. Ja, bedankt dat we even mochten langskomen hier in de winkel. Ik heb hier al eens rondgekeken en ik zie hier al heel wat pareltjes staan. Dus ik heb eigenlijk al goesting om meteen lokaal te beginnen shoppen. Dat is goed. Zijn er zowat lokale merkjes die je in de kijker wil zetten hier? Goh, lokale merkjes, het is van alles. Hè. Dat gaat van bagage tot accessoires, tot schoenen, handtassen, kledij. De kleding, dat is iets nieuws waarmee we begonnen zijn. Dus ja, in de verf zetten. Je moet vooral je goesting vinden. Je moet vooral iets zoeken dat je leuk vindt. Dat je zegt, ik ga dat ook dragen. En dan is dat iets leuk geweest voor beide. Je hebt iets gevonden dat je leuk vindt. En ik ben blij dat ik je kunt helpen. Dus dat is goed. Hè. Dat is een win-win voor iedereen. Ja, voilà. Maar waarom zou ik dan liever hier shoppen dan bij de grote ketens? Omdat het volgens mij veel aangenamer is om lokaal te gaan shoppen. Een grote keten gaat ook je goesting vinden daar, hè, maar ik ben altijd een grote fan van het lokaal je middenstand steunen. En je moet eerlijk pleiten en schuldig pleiten. In het verleden heb ik ook niet gedaan. Het is pas als je zelf wat met winkels begint te hebben in alle standen dan deze, dat je denkt van ja, maar misschien moeten we toch elkaar wat meer steunen in de plek van gewoon op het internet iets te gaan aankopen. Want we zijn ons eigen dood aan het doen. Mm-hmm. We zijn een andere economie sterker aan het maken en ja, ons eigen een beetje ten onderhand helpen gaan. Want ik ga misschien iets te kort door de bocht schetsen, maar uiteindelijk, als onze winkel goed draait, hebben we personeel dat we te werk stellen. En daardoor gaan we onze eigen mensen ook helpen. Als de winkel niet draait of het stopt niet morgen, ja, dan moet ik 6 mensen zeggen, sorry, dag en bedankt. Mm-hmm. Ja, dat is niet goed. En, ja. En onrechtstreeks komt dat dan weer bij ons terecht. Dus ik geloof er heel hard in, door elkaar te helpen, dat we er sterker en beter uitkomen. Wat is dan eigenlijk volgens u het grootste voordeel aan lokaal shoppen? Het grootste voordeel is dat je leert mensen kennen, je komt buiten, je hebt menselijk contact. Dan kun je even goed een schoen kopen op internet met een ene muisklik. Maar ah, ik ben altijd een fan van er eens binnenkomen en met mensen te babbelen. Dat is zelden mijn hypothecaire lening, ik word er zot af. Hè. Nou moet je dat doen via een chat, via het internet. Maar wacht even, nee, als ik dat wil toch met iemand babbelen, je wilt toch even, allez, leg me dan een keer uit. Je wilt toch advies hebben, je wilt toch een keer horen, hoe werkt dat juist? Allee, nou, als je hier een schoen koopt en je hebt een moeilijke voet of moeilijke kuiten, we gaan een bot, dus gaan wij stretchen, we gaan de schoen al vormen dat je de eerste 2 weken geen zeer voeten hebt. Als je zegt, ik heb maar een knobbel gaan of zo bij de vrouw. Dat is eigenlijk al ingelopen. Ah, ja, is dat ingelopen? Ja. Zo is dat bij de vrouw, een alus valgus of zoiets. We gaan die knobbel al voorvormen. 2 weken lang zetten we dat op een machine, dat we elke dag wat bijstretchen. Zo'n dingen, dat heb je niet op het internet. Hè. En dat zijn stomme dingen dat wij ook aanbieden. Maar ik geloof erin dat de beleving van die aankoop van die schoen, van die tas, van dat kledingstuk, mm-hmm. dat veel leuker is als je dat in de winkel kunt doen tegenover van achter je computer. Ja, oké. Okay. Wat is volgens jou het beste advies dat je kan geven aan mensen die meer lokaal willen shoppen, maar die eigenlijk niet goed weten hoe ze er moeten aan beginnen? Advies? Ja, spring op je fiets of stap in je auto en een keer rond je kerktoren en ga eens kijken wat er allemaal aangeboden wordt in je omgeving, want vaak weten de mensen dat niet. Klopt. Stap die winkel eens binnen, vind je goesting, die kunnen nog altijd ergens anders gaan halen. Mm-hmm. En ik zeg niet dat wij hier het ware water hebben uitgevonden of dat wij het orakel zijn van, maar ik denk wel dat we een hele mooie winkel hebben, net zoals andere mensen. Hè. Je wil hier nachtig al in Nienhoven Centrum, ook superleuke mensen, dat is een winkel in de stad. Ga daar een keer binnen een plek van gewoon ergens in een shoppingcentrum van een keten iets te bestellen. Mm. Je gaat uitleg krijgen, je gaat leuke mensen ontmoeten. Daar geloof ik nog veel harder in. Dus ja, ga de winkel binnen, ga een keer kijken en zie je wat je iets vindt. Probeer het. Ah, ja. Ja, zeker. Daar ga ik zeker mee akkoord. Maar stel nu dat de mensen toch niet de weg naar uw winkel vinden. Zijn er dan nog andere manieren waarop dat ze de lokale economie kunnen steunen? Ik zal mijn rekeningnummer geven, dus kun je wel overschrijven. We hebben ook een website. Hey, dat gaat ook bij mijn webshop, dus daar kunnen ze alles ook op bestellen. Maar het probleem is met van die grotere merken en die internationale, om niet te zeggen Z en Alando. De mensen bestellen daarop en masse, verschillende maten, proberen en sturen dat weer. Ja, dat is ook niet goed voor het milieu, hè. En nog voor onze economie, daar moeten we niet onnozel over doen. Dus ik denk, als we dat een beetje kunnen vermijden, dat we allemaal op die manier toch ook een beetje ons steentje bijdragen, dat we er gaan komen. Je kunt je ook bij ons online bestellen, is niet goed, kunnen we terugsturen en iets anders, maar ik denk,
als je toch kunt komen passen, pas het en dan gaan we je helpen. En ja, ja, daar ben ik van. Ja. Oké, we weten wat er ons te doen staat. Hè? Opa, voilà. Ik wil u nogmaals bedanken om tijd te maken voor Strekenwijven. Ja, veel plezier. Maar misschien moet je mij die lokale merkjes toch een keer tonen, want ik heb precies wat goesting om wat geld op te doen. Ah ja. Noorden. Dus nog volk, ja. Ik zal dat andere keer tonen. Ja, goed.